Ook mijn binnenkort halen. Ik moet nu wel even kijken. Wat ga ik zo meteen doen? Is eigenlijk. Ja, dat ga ik nu wel even doen trouwens. Daar heb ik toch wat tijd voor. Je hebt geen geduld, hè? Nee. Ik weet niet wat het eigenlijk is. Ontbijvie, volgens mij. Nou, komt wel goed. Ik ga. Nee. Super tof dat jullie kijken naar Gloedio Vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker en het is nu. Ik weet niet eens hoe laat het nou is. Bijna 12 uur en ik moet nog douchen, aankleden, alles op en eraan. Ik wil eerst even lekker computer opstarten, radio opstarten. Dus dat gaan we allemaal even doen. In ieder geval lekker gedoucht. Ga nu lekker douchen, lekker slapen, dat wou ik zeggen. Dus, laten we dat nu in ieder geval doen. Zo, ik ben lekker weer aangekleed. En wel, wat ik nu ga doen is eigenlijk eten maken voor Ganya. Hè? Boef, jij wil brokjes, hè? Ja. Even aan de kant. Oh, wat gaat hij weer met zijn nagel? Zo irritant. Maar ja, het is niet zo om te doen. En ook mijn binnenkort halen. Ik moet hier wel even kijken. Wat ga ik zo meteen doen? Is eigenlijk. Kijken of ik al geld binnen heb gehad. Want. Het is feestdagen nu. Feestdag nu. En. Normaal. Ik heb wel eens gehoord dat je dan niet. Nou, dat je dan geen geld kan krijgen. Maar ik ben dan benieuwd naar hoe het nu zit. Of ik wel geld heb gekregen van. Mijn bewindvoerder, om zo te zeggen. Dus, maar wat ik ook ga doen is even wat anders. Doe ik even deze zo. Dan ga ik even lekker een bakje koffie zetten. En daarna ga ik even lekker ontspannen, relaxen. In ieder geval lekker een bakje koffie drinken. Morgen weer werken. Ik wil niet eens nu niet aan denken. Maar ja. Moet wel gebeuren, maar wel lekker week vrij. Oh, lekker lang weekend in ieder geval. En dat is ook eens een keer lekker. Oh, geniet hiervan. Zo. Nu maar even lekker een bakje koffie. En dan zien we voor de rest wel. Zo. En dan wat ik ook nog ga doen is even deze op zetten. Dus. Hoppakee. Nu maar even lekker relaxen. En dan lekker een bak koffie erbij. Heerlijk. En wat geerbach naar beneden net. Oh, verschrikkelijk. Maar ja, gelukkig is wel nu mee. Het is wel een beetje droog. Dus dat is wel ook wel lekker. Nu maar even relaxen. Editen. Dat ga ik nu doen. En dan ben ik even lekker aan het relaxen. Gewoon hier zo in huis. Oh. En ik heb eigenlijk nog folders hier liggen trouwens, die moet ik ook nog even bekijken. Wat allemaal eigenlijk in de aanbieding is. Maar dat ga ik nu wel even doen trouwens. Daar heb ik toch wat tijd voor. Oh, even wennen hoor, ik moet morgen weer werken. Gadverdamme. Geen behoefte aan eigenlijk om nu morgen weer te werken. Maar ik heb nog maar 2 dagen, 4 dagen en dan heb ik alweer weekend. Dus, ja. Laten we nu even lekker relaxen in ieder geval. Nog even gelijk genieten van een vrije dag. Alleen jammer dat het dan pokken weer is op de vrije dag. Mijn hele dag, ik werd wakker met een keiharde regen trouwens. En ja, ik dacht echt wel, wat is dit nou? Nou, ik dacht wel, prima. En ik ging best wel laat slapen trouwens. Ik ging 1:05 of zo slapen. En ik werd 7:30 of 7:30 wakker. Ja. Maar wel super lekker geslapen, lekker uitgerust. Een paar keer doorgeslapen en daarna weer doorgeslapen tot 11 geloof ik. En toen ben ik echt wel goed wakker geworden. Nu maar even lekker relaxen en dan zien we voor de rest wel. En er is wil iemand ook eten. Ja, jij wil eten hè? Ja. Je hebt geen geduld hè? Nee. Nee. Echt typisch Gaia. Ja, die wil natuurlijk eten. Die ga ik ook geven natuurlijk. Zo, ik stuur hem altijd een beetje nu aan de kant. Omdat hij dan anders echt
handen openknapt en daar heb ik geen behoefte aan dat hij mijn handen openknapt. Dus vandaar. Nu maar even eten geven. Zo, hoppakee. Die ligt. En nu maar even lekker hem eten geven. En dan dadelijk wachten, want ik krijg eten van beneden groep. Omdat eigenlijk nu Pinksteren, als ik goed zeg. Voor mij is het nu Pinksteren. En ja, dan moet ik op wachten. Wat ik in ieder geval nu ga doen is even lekker folders bekijken. En dus laten wij dat nu lekker gaan doen. Folders bekijken en even lekker gluren. Dus let's go. Ik heb mijn eten hier zo lekker en dan ga ik er lekker van smullen. En dan ga ik me lekker eten van. Ik weet niet wat het eigenlijk is. Ontbijtje volgens mij. Nou, komt wel goed. Nee, spersiebonen. Spersiebonen met de aardappels. Aardappelpuree denk ik met, en mijn, met de gak. Een slavinkje denk ik. Nou, in ieder geval even van eten. Bestek al klaarleggen. En dan eten maar. Ik zeg eet smakelijk en dan lekker YouTube bij kijken. Wow, heerlijk. En hier dadelijk even na eten, even hier alles schoonmaken. Maar eerst even YouTube kijken. Zo, ik dacht, ik ga heel even hierbij opruimen. Oh, wat gedoe. Hele vloer gedweld. Ik weet niet of jullie kunnen zien hier zo. Hele vloer gedweld. Alvast even hier opgeruimd. Op een plekje gezegd. Dat ik later kon beter gesorteerd af te wassen. Alles opgeruimd en wel. Oh, heerlijk. Even wat ruimte en een beetje geordend hier zo en daar. Wat ik nu ga doen is in ieder geval even lekker relaxen achter de computer. En dan lekker YouTube kijken. Dat was ik net toevallig gaan doen met eten erbij. Oh, super lekker gegeten. Die bord heb ik al bij de aardig neergelegd. En ik moet eigenlijk morgen echt afwassen. Niet normaal. Oh. Nou, dat viel wel mee, maar voor mijn gevoel is het veel. Zo, laten we zo zeggen. Maar ja. Wat ik heb gedaan is, ben ik even naar de supermarkt geweest trouwens. Ben ik even die ene folder heb ik gebracht. Deze ga ik denk aan iemand anders geven. Ik ga hem in ieder geval wel weggeven. Dus ik kijk wel even waar die kwijt kan. En dan gaan we het zien. In ieder geval hoe en wat. Nu maar even lekker relaxen achter de computer met YouTube kijken wij. En dan ga ik maar lekker klaarmaken om naar battle te gaan. Ik heb hier alles opgeruimd. Ik ben kapot moe aan het worden. En ja, Emerson staat er zelf nog van dweilen. We gaan nu even lekker alles dicht doen. En dan lekker slapen. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden in ieder geval. Al is het waarschijnlijk een korte vlog. Nogmaals, iedereen bedankt. En we gaan zien wat ik nog... wat ik wel eigenlijk ook wil zeggen is, jullie vergeet sowieso even niet blauw duimpje achter te laten en te abonneren hier beneden. En deze broek zit hier ook mooi te liggen. Hé, jongen. Lig je lekker. Lig je lekker. Hé? Lig je lekker hier zo. Hé, lekker kusje geven. Nou, oh, wow. Ik heb het niet terug hoor. Hey. Oh, boefie toch. Boefie toch. Oh, lekker koelen. Lekker koelen. Mijn haar zit op de volgende meter. Oh ja. Hey, Gaia. Oh ja, trouwens, morgen gaat wat leuks gebeuren. Maar dat gaan jullie binnenkort wel zien. Maar jullie gaan denk ik niet echt... Nou, niet echt zien eigenlijk. Maar gaat wat gebeuren. En ja, dat kan ik eigenlijk wel vertellen. Ik ga morgen even lekker naar de kapper. Voor donderdag. Want donderdag gaat wat gebeuren. Dus weten jullie dat? En wat gaat gebeuren is... Dat gaan jullie al binnenkort zien. Of ik mag vloggen. Ik mag in ieder geval wel vloggen. Dus, maar ik ga nog niet over hebben wat het is. Maar in ieder geval, ik ga lekker klaarmaken om lekker nog te relaxen. Een beetje gaan kijken op YouTube en dan klaarmaken om naar bed gaan. Dus
dat. Ja, ik ga maar lekker klaarmaken om naar bed toe te gaan. Morgen weer een dag. Morgen weer vroeg werken. Oh, alleen ik ken een collega die is nu een week vrij. Oh, ben ik jaloers erop. Waarom kon ik maar een week vrij zijn? Kon ik dat maar. Maar ja, dit is niet altijd een feestje, Nick. Maar over Parma, over een week volgens mij ongeveer, is er meer mijn beurt. Niet alleen voor mij, maar ook iemand anders. Maar daar kom ik later op terug. En kan jij? En morgen ook weer naar de kapper. En ik krijg een melding om ineens van mijn zwart. Oh, niet belangrijk. In ieder geval, ik ga gelijk klaarmaken om naar bed te gaan. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben van genoten hebben. En vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou je super tof vinden als je je even beneden abonneert. En dan zeg ik er vast veel kijkers in. Gewoon nieuwe vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij. Dus. Ik zat even lekker relaxed achter de computer. Maar ik vergat ineens één ding. Ik zie nou ineens dat het ineens. Over een kwartiertje alweer. Het is over 10 minuutjes zelfs alweer. 3.